Het planten van koningsbomen gebeurt sinds het aantreden van koningin Wilhelmina in 1898. Vooral lindes zijn populair, omdat ze eeuwenoud worden en overal groeien. In Leeuwarden komt een linde te staan uit de kwekerij van Toon Ebbe. Speciaal voor de troonswisseling kweekte hij de afgelopen jaren honderden bomen. Waaronder een speciale, druipvrije koningslinde. De frivoliteit van deze prachtige mooie linde, die A, oranje uitloopt, die bloeit 2 maanden lang, veel langer dan alle andere lindes. Op het moment dat er niets bloeit, heeft een prachtig blad. De boom is nooit ziek, het is heel milieuvriendelijk dus in onze teelt. Als die bloeit, ruikt hij naar sering. Vertel die traditie van het planten van die bomen, waar komt die vandaan? Nou, die traditie op zich is al eeuwen oud. Vroeger werden met name in steden en dorpen werden centraal in de stad werden onder de lindenbomen recht gesproken. Er werd onder getrouwd, er werden feesten ondergegeven. Het symboliseert iets feestelijks of iets memorabels. Gaan we planten. Het wordt een mooie dag. Veel kinderen van alle scholen uit Amsterdam-Zuid. Ja, toch een monument hier in het Beatrixpark. Ja. Ook heel toepasselijk natuurlijk, dat 75 jaar bestaat. Maar deze gaat me ook echt heel makkelijk, hè? Zo. Als jij zegt, ik vind hem zo goed, een beetje. Ik hem ook bij wel een hoog, maar dan niet een nek. Wow. Hele mooie. Ja, nou. Keugels vast en gaan. Leuk zeg. Bakker, uit welke stad ben je ook alweer? Amsterdam. Amsterdam. Thank you.
Nou, zo groot kunnen ze dus worden in 106 jaar tijd, zoals zo oud is deze boom. Is in 1907 geplant, gelijk met de stallen. Het bijzondere van deze lindenboom is dat hij aan de onderkant niet gesnoeid wordt, maar dat zijn takken mooi kunnen blijven liggen. En ja, als je daar niks aan zou kunnen doen, dan zou het een heel lindenbos worden. Want een lindenboom die wortelt makkelijk overnieuw, dus dan zou je weer nieuwe bomen krijgen om de oude boom heen. We zijn erg blij met de belangstelling die u vanuit Apeldoorn hebt om hier op dit moment een oude traditie weer nieuw leven te geven. En dat is het planten van een boom bij gelegenheid van een heugelijke gebeurtenis in het huis Oranje-Nassau. En wij vonden het de hoogste tijd worden om nu bij de troonswisseling van koningin Beatrix naar haar zoon, vanaf morgen koning Willem-Alexander, een herinneringsboom te planten. Wat je hier ziet zijn vier sinaasappelboompjes. Die dragen vrucht en bloesem tegelijk. Dus je ziet sinaasappels en je ziet bloesem. Sinaasappel, de vrucht, voor mij eigenlijk het koningschap wellicht van Beatrix. De bloesem, dat wat nu gaat komen met onze nieuwe koning en koningin. Heren, we gaan aan het werk. We gaan aan de slag. Zilvergiet hoor. Is die zo goed? Is nee, helemaal goed. Ja? Okay. Ik kan hem later nog een beetje aan, maar dit is helemaal perfect. Okay. Zo. Dus, ja. Nou, goed, gefeliciteerd. Op onze koning, ja, onze koningin, de nieuwe. Laten we maar groeien. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Het is de eerste officiële koningslinde die ik in mijn ambtsperiode plant. En ja, kijk, ik zei al, zo'n boom die kan zo 300-400 jaar mee. Dus dat betekent dat die vele generaties, zeg maar even, hier blijft staan. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Toen de kunstenares bij ons kwam om de zaak te promoten, zeiden we, nou, dit is zo'n schitterend hek, dit willen wij op een prominente plek hebben in het winkelcentrum. En we zijn er ook ontzettend trots op dat we het samen met de koningslinden, dat we zo'n mooi plekje hebben kunnen vinden. 3. We zijn hier nu op het Wilhelmina plein en wat ik vandaag samen met u allemaal mag doen is laten zien deze prachtige koningslinde. Die is heel bijzonder, want je ziet, hij heeft 3 etages. Die 3 generaties, hè, Juliana, Beatrix en nu koning Willem-Alexander, die beeldt dat af. Kijk, daar gaan we, hè. Oh, koningslinde voor Amstelveen. Geplant op 30 april 2013 ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Van harte gefeliciteerd. We hebben natuurlijk ons best gedaan om overal in Nederland zo'n fantastische boom te krijgen. Wij hebben in Amstelveen de enige etagelinde. Het is een boom van meer dan 33 jaar oud. En ja, het is symbool voor het nieuwe leven wat we door willen geven aan de kinderen. Amstelveen oranje, Amstelveen groen, met zo'n koningslinde, wat moet ik meer zeggen? Ik ben hier in de buurt geboren en getogen en ik ben hartstikke blij dat er nou weer zo'n mooie boom staat. Dus daar zullen we goed op passen.
het is trots, het is vreugde, het is dankbaarheid dat we in zo'n land leven waar dat mogelijk is. Het is verbondenheid met het Koningshuis die de eenheid uitstraalt die zo broodnodig is in deze wereld om uiteindelijk toch ooit eens een keer vrede overal te kunnen krijgen. Ik heb het als een grandieuze ervaring mogen beleven. De eerste samenwerking al die zeer prettig was 2 jaar lang met de voorbereidingen aan alles. En nu, vorige week dinsdag, de eerste koningsboom in Den Haag met de kroonprins. Dat was één groot feest, dat was geweldig. En afgelopen zaterdag in Amsterdam ook al zo'n fantastisch festijn. En nu hier in eigen dorp, het is echt top. Thank you.